Voorzitter, het is een eer en verantwoordelijkheid om hier te staan. Om verkozen te worden, om te vertegenwoordigen. Om dingen te fixen. Maar het voelt ook vreemd om hier te staan. Ongemakkelijk. Want met dit hart van onze democratie klopt iets niet. Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta vandaag. Ik ben een wolf in schaapskleren, kreeg ik te horen. Een bedreiging voor de rechtsstaat werd over mij geschreven. Mij wordt gezegd, keer op keer, jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is de ander het probleem. In deze zaal, kamer en in de samenleving. Dit uitsluiten gebeurt al generaties lang. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn broertje, die weet ook niet beter. De dag voor de verkiezingen zag hij mij een debat kijken. Hij wierp een blik op het beeldscherm, zag daar Rutte en Wilders aan het woord. Weet u wat mijn broertje mij toen vroeg? Of de meneren weer zeggen dat wij weg moeten. Mijn broertje, die is 11. Tegen hem, tegen mij en vele Nederlanders wordt al heel lang gezegd, herhaald en nog eens herhaald, dat we ons maar moeten invechten. Aanpassen, dankbaar zijn. Niet zo zeuren, harder werken, netjes praten. De geschiedenis laten voor wat die is, tradities vooral niet bevragen. Het moet allemaal gezellig blijven. Normaal doen. Je mag blij zijn dat je hier bent geboren, want daar is het erger. Mondje dicht. Op je tenen lopen, maar niet in die sneakers en niet met die broek aan. Haal je handen uit je zak, maar steek geen vuist in de lucht. Wees gewoon niet. Wat vertel ik mijn broertje? Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Met dit land, met elkaar. En hoe kan ik iets veranderen, bijdragen, als ik er eigenlijk niet mag zijn? Waar stap ik dan in? Ik heb niet alle antwoorden. Het is vallen en opstaan. Maar wat ik wel kan zeggen, deze plek is van en voor iedereen. Dat zou het moeten zijn. Maar veel te veel Nederlanders vragen zich af, elke dag, wie mogen zijn, wie mogen doen, wie mogen meepraten, meebeslissen, maar ook wie niet. Op school, op straat en op kantoor, in de media, aan directietafels en binnen instituties. Wie bepalen de woorden die de werkelijkheid vormen? En wie niet? Zo zou de klimaatcrisis wel meevallen. Moeten we vooral niet zo zeuren en klagen? Zo snel hoeft het allemaal toch niet? Wat een onzin. Wereldwijd staan jongeren op, want waarom naar school gaan als de wereld in de fik staat? En te veel mensen doen alsof dat niet zo is. Te vaak zijn in deze zaal en hierbuiten problemen klein gemaakt, terwijl verantwoordelijkheid genomen had moeten worden. Ik maak deel uit van een generatie die is opgegroeid in crisis en onzekerheid. Een generatie die niet de luxe heeft om weg te kijken van problemen, maar daarmee moet dealen. We hebben geleerd dat alle vormen van onrecht met elkaar zijn verbonden. En dat we ons vooral niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Dus staan we op, samen. Tegen uitsluiting, tegen de klimaatcrisis, tegen ongelijkheid. Voor een eerlijke samenleving, waar we niets onbesproken laten, waar we elkaar vasthouden, ruimte geven, opvangen. Er voor elkaar zijn, ook als het veel van ons vraagt. Eerlijk zijn, ook als het ingewikkeld is. Of het nou over biobrandstof gaat, zoals vandaag, over de klimaatcrisis die ons allemaal aangaat, over de toekomst die we delen op deze kwetsbare aarde. Het hangt allemaal met elkaar samen. Vaak denk ik aan de Britse Ella. Ze werd maar 9. Ella woonde aan een drukke straat en daar bleek jarenlang constant het limiet voor de luchtverontreiniging te zijn overschreden. Na gerechtelijk onderzoek werd dat mede erkend als haar doodsoorzaak. Het duurde veel te lang voor dit gebeurde, omdat haar moeder tussen het rouwen door daar keihard voor moest knokken. 3 keer raden wie relatief vaak in dit soort wijken wonen, omdat de woningen daar goedkoper zijn. Wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe dik je portemonnee is, het doet ertoe. Ook in Nederland. Sinds het astmapatiëntje Noelle verhuisde, belandde ze 3 keer op de intensive care. Haar longarts ziet een verband met haar leefomgeving.
Noelle is 6. Ze woont in een dorp bij de Rotterdamse haven. Ik ben steeds meer gaan inzien hoe de klimaatcrisis bestaande ongelijkheid vergroot. Hoe belangrijk klimaatrechtvaardigheid is. Hoe belangrijk rechtvaardigheid is. Ook als het gaat om biobrandstoffen. Het kan toch niet zo zijn dat elders gezinnen met minder geld het recht op voedsel wordt ontnomen omdat wij hier eten in de tank gaan gooien. Want als we palmolie, soja of mais laten verbouwen voor biobrandstoffen, dan drijft dat de prijzen van voedsel op. Er worden ook nog bossen en wouden kapot gemaakt voor landbouwgrond. En te vaak is dat ook nog land dat geroofd is. Gelukkig beginnen we elkaar steeds meer te vinden voor echte verandering. Is er een brede beweging aan het ontstaan met het besef en ervaring dat winst tegen de ene vorm van onrecht en uitsluiting, winst is voor ons allemaal. Want we zijn dan wel de generatie van de crisis, maar we zijn ook de generatie van beweging en verbinding. Wereldwijd staan we op. In de voetstappen van al die ons zijn voorgegaan. Allen die durfden te dromen, te doen, durfden te zijn. Dat kan alleen als we problemen niet negeren en wegschuiven. Naar de ander, naar de toekomst. Het kan alleen als we problemen onder de ogen durven te zien. Verantwoordelijkheid durven te nemen. Hier en nu. Dat is waar het om zou moeten gaan. Zodat we een intersectionele strijd voeren. Er voor elkaar zijn, ook als het veel van ons vraagt. Eerlijk zijn, ook als het ingewikkeld is. Misschien vooral dan. Het zou moeten gaan over hoe iedereen van waarde is. Vrij zou moeten zijn. Vrij van de zorgen over de toekomst. Vrij om vooral niet normaal te zijn. Vrij om elkaar te laten zijn. Ook als het moeilijk is. Ook als het zoeken is. Vallen en opstaan samen. Voor de planeet en al wat leeft. Voor elkaar, voor onszelf. Voor mijn broertje. Voor het jouwe. Voor Ella, Noelle. Voor onze toekomst. Voor hoop boven haat. Van de kamer tot de straat. Dank u wel.